Voor UNA ging de topklasse zondag verder met een thuiswedstrijd tegen SVZ Bozo Snake. De Friese club momenteel op de 15e plaats, UNA staat 9e. Vorige week ging de uitwedstrijd bij TEC met 2-1 verloren. En dan is dit de opstelling van UNA met twee wijzigingen. Op het middenveld Teun Sebrechts op de plek van Jeroen Stottelaar en voorin Jorren Sveres op de plek van Mark Jansen. We zitten hier vroeg in de wedstrijd als spits Boersma erdoor is aan de rechterkant. Bal komt hier bij Derguti. Bal gaat aan iedereen voorbij, komt nog bij Huytema. Opnieuw Huytema, de kopbal van De Ruiter. Maar die bal gaat gelukkig voor UNA naast de goal. Stoskovic kan opgelucht ademhalen. We zitten dan in de 11e minuut van de wedstrijd als hier de bal komt bij Jorren Sveres. Hij ziet links buiten Nick Tielemans diep gaan, kan alleen op de keeper. En onder de keeper door is het 1-0 voor UNA. Snel uitgevoerde aanval, Tielemans gebruikt zijn snelheid en duelkracht en zorgt voor 1-0. Hij is zijn verdediger te snel af en ik denk door de benen van de doelman 1-0 voor UNA. Niet veel later met opnieuw een aanval die van achteruit wordt opgezet met hier Pieter-Jan Scheerlink. Die zijn snelheid gebruikt aan de linkerkant. In het midden is hier Jorren Sveres, maar via een verdediger wordt het een hoekschop. Corner is van Benjamin van Wanrooy en daar staat geheel vrij Niek van Boekel. En zijn kopbal gaat erin na een kwartier spelen. 2-0 voor UNA. Zo vrij sta je niet vaak in de topklasse. 4 meter voor de goal. We zien het in de herhaling. En dat is makkelijk scoren. Dan weer 3 minuten later als hier Benjamin van Wanrooy aan de bal komt. Hij ziet Rob van Boekel al diep gaan. Ook hij krijgt veel vrijheid. En door de benen van de keeper is het na 19 minuten spelen 3-0 voor UNA. De aanvallers van UNA middenvelders, ze krijgen veel ruimte. En binnen 20 minuten is het al 3-0. UNA op rozen na een vroege 3-0 voorsprong en een overwinning is wat de ploeg van Mark Schenning goed kan gebruiken. We zitten inmiddels in de tweede helft met hier Nick Tielemans aan de bal. Hij ziet Rob van Boekel diep gaan, een heerlijke paas achter de verdediging. Rob van Boekel omspeelt de keeper en zorgt zo voor 4-0. We hebben dan al een sprongetje gemaakt in de wedstrijd, want de 4-0 valt in de 68ste minuut. Tussen de 3-0 en de 4-0 gebeurde niet veel. Snake creëerde geen enkele kans. En UNA geloofde het wel, speelde rustig, kreeg wel kansen. Maar uiteindelijk dus in de 68ste minuut de 4-0. Ja, en dan is de wedstrijd helemaal beslist. Invallers komen dan in het veld met hier op rechtsbuiten Emre Bostanzi. Hij is te snel voor zijn directe tegenstander. En Daniel Zwart ziet niks anders dan Bostanzi neerleggen. Hij kreeg al geel in de eerste helft. En dit is zijn tweede en hij kan met rood vertrekken. Achter de bal dan Mark Jansen, een andere invaller. En die schiet zijn penalty heerlijk in. Mark Jansen pikt ook zijn doelpunt mee. 5-0 voor UNA. 2 minuten voor tijd dan met hier Nick Tielemans die een goede wedstrijd speelde. Hij ziet Rob van Boekel bij de tweede paal. Heerlijke volley, keeper redt nog. Maar als een echte spits staat daar dan Mark Jansen. En hij zorgt voor de 6-0. Hij kreeg als invaller niet veel tijd, maar scoort toch 2 keer. Ongekende uitslag voor UNA en het wordt op Sportpark Seelst 6-0. Ja, als je na 14 minuten met 3-0 voor staat, dan zit je toch wel relaxed op de bank vandaag. In de wedstrijd die je moet winnen en dat uiteindelijk ook doet. En dat is, dat is mooi. Als trainer kijk je altijd naar dingen die beter kunnen, maar je hebt ook bijna geen kans weggegeven. Nee, we maken het onszelf, je maakt je niet meer moeilijk. Maar ja, als je andere keuzes maakt in de wedstrijd, vooral bij 3-4-0... Ja, ik denk dat het dan niet misstaan dat je nog een grotere uitslag had neergezet. En dat is dan het enige wat ik kan zeggen van ja, had anders gekund. Maar ja, ik weet zelf ook als voetballer zijn dat als je 3-4-0 voor staat en je geeft bijna geen kans weg. Dat je dan eens een beetje frivol gaat voetballen. En dat is gebeurd en we maken er nog 2. Ja, 6-0, daar teken ik iedere week voor.